Hallo allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Jawel, we gaan daar weer een hele leuke dagje van maken. En ja, ik moet vandaag werken. Het is fucking hell al 1 uur en 11 minuten. Dus ik ga heel snel naar mijn slaapkamer toe slapen. Ik heb de Q&A al opgenomen. Dat hebben jullie gezien in de vorige vlog. Die 1,5 uur duurt. Yes. Toch een redelijke lange vlog. Nog een keer voor jullie. Want er is ook heel veel gepraat in geweest. In de Q&A. Want ik zat in de spraakkanaal. Ik heb het nog eens geprobeerd te kijken. Als ik nu nog opnieuw eens een klacht krijg van Alice. Dan weet ik het niet meer. Dat geef ik eerlijk toe. Dat geef ik eerlijk toe, mensen. Dan weet ik het echt niet meer. Bij deze. Ik zie jullie allemaal morgen fris en wel terug. Ik ben echt waar wat ik ook al ga doen. Voor morgen vroeg allemaal gemakkelijker al te hebben. Ik zet mijn ontbijt al klaar. Dus zowel mijn chocopoeder. Choco. Nog eens een nieuw pot gaan kopen, dat ook nog. Just. Dan gewoon een tas. Een lepel. En ik gebruik altijd twee messen voor sandwichen. Altijd. Dat geef ik eerlijk toe. Dus dan staat dat al helemaal al klaar voor morgen vroeg. Godverdomme, daar zitten al... Hoe zijn die daar binnengekomen? Mensen, kijk, god mijn jaren, echt, what the hell. Ik ga jullie laten zien, jullie hebben gezien dat ik gisteren brood heb gekocht. Echt waar, van Alke ter Koest. Dit moeten jullie zien, dat is echt niet te doen. Zie dus, hier van boven, ziet je het? Allee man, what the fuck. Allee. Dat is nog maar één, hè. Maar daar zit er nog in. Het is niet met één gebleven, hè. Ik zie er nu geen ander. Echt. Ja. Smakelijk eten, mensen. Die daarin zijn gekomen. Oh ja. Je moet jullie automatisch eens vliegjes vrijmaken, mensen, daar. Echt. Dat is niet te doen. Maar ja, bij deze, ik ga nu wel slapen, want het is nu effectief volledig 1:15. Oh, schat. Ik heb die puzzel vergeten. Allee, tot morgen allemaal. Kijk, lichtjes gaan uit. Maar mijn computer is nog bezig. Die is nu nog bezig, nog 3 uur en 44 minuten. Dus die laat ik nu ook aanstaan. Die licht laat ik ook aanstaan. Omwille van, je hebt gezien, van die vliesjes. Dat is daar ook nog voor. Dus bij deze weten jullie dat ook. Slaap wel en tot straks. Zo, kijkers, het wordt weer al donker. Ziet, oh, waar ik ben begonnen, waar ik ben geëindigd, begin ik weer in de donker. Hallo allemaal. Ik heb eigenlijk niet zoveel geslapen. Omdat dat jullie het weten van de Q&A. Die heb ik redelijk laat opgenomen. En nu staat hij al in de upload. Dus als de
toch allemaal redelijk snel aan, mensen. Ja, ik moet hier niet nog stil zijn. Maar zijn dus, word je mee iets luider. Als ik even geduld heb. Holy shit. Er ligt nogal een hele plas water. En ja, ik kan niet blijven. Het leg is echt erger aan het worden. En vandaag zijn ook de bruine zakken. Ik ga daar nog gauw. Hier is mijn kabas. Toch? Oh nee, die ligt boven. Dan moet ik toch nog terug naar boven gaan. Oh, toch nog een keer. Ja, ik ben onderlaatst niet meer gaan wandelen. Dan staat die boven. Nog gauw halen gaan. Dan komen jullie maar mee. Hier, die ga ik ook nog gauw leeg maken. Of is die al leeg? Die is al leeg, dat is al goed. Voilà. Leg dat terug uit. Niet vergeten. Kamerlicht, is die uit? Ja, mijn kamerlicht is uit. Hoi, hoi. Voilà, mijn eerste werkdag terug. Hoe? Eindelijk, hè? Liefd? Ik zeg eindelijk. Ja, eindelijk. Allee, ik ga eens vertrekken. Anders ben ik zelfs nog te laat. Mijn zat hier aan en go. Dan ben ik al klaar. Ready for the go. Hup. Hup. Jullie in het houderke. En dan kan ik vertrekken. Voilà, zo. Ik was het zo beginnen uit te zetten. Hup, zat er weer. Voilà. Zie jullie allemaal straks terug. Yo, naar mijn werk. Oké, ik ben terug thuis aangekomen. Mijn pc stond in één keer uit. Dat vond ik heel raar. En deze avond, als al mijn bestanden van mijn gsm zijn, ga ik die terug op bedrijfsinstellingen zetten. De drankenboer is hier. Niet voor mij, maar voor... Oké. Ik ben veilig en wel thuis aangekomen naar mijn wijk. Wat heb ik vandaag gedaan op mijn wijk? Dat is fucking hell! Ja. Yeah. Wat heb ik gedaan op het werk? Ja. Ik ben die merk aan het terug aan het denken. Wat voor merk was dat? Oh, ik heb dus bestikkering gedaan. Dus frisdrank, blikjes. Daar stond een verkeerde tekst op. En daar moesten we dus over plakken. Op die tekst. En dan moesten we dat gewoon terug in de kartonnetje steken.
Dat was dus mijn job voor vandaag. Dat zat hier allemaal goed. Ik ga nu nog even liggen, want deze nacht heb ik heel weinig geslapen. Omwille van fucking hell. Het was 1 uur 's nachts. / 1:30. Dat ik echt goed in mijn bed lag. Omwille van dat ik ook nog die Q&A heb gedaan. Die Q&A, hè. Oh, oh. Met die Q&A en al erbij is die vlog 1 uur en 33 minuten geworden. Wow! New record! Yeah! En nu moet dat massaal worden bekeken. Dan heb ik pas mijn kijkuren. Oh ja, dus zo gelijk als er 2 personen heel die vlog uitkijken, dan heb ik al 3 uren al extra op mijn account. Ik heb die kijkuren echt nodig. Bij deze. Ga ik binnenkort nog iets bespreken met BRNT. Dat is ook iets nieuws wat ik wil gaan opstarten. Onder Cycle TV. Dat is nog geen. Ik ga nog niet te veel erover vrijgeven. Of anders gaat het niet leuk zijn. Echt niet. Bij deze. Ik ga jullie nu laten. Ik ga even een todoke doen. En dan zijn we op naar mijn schattige Bea. Zo mensen. Ik heb me nog even neergelegd. Ik ga nu mijn schoentjes aan doen. En dan ga ik al de bestanden al van de gsm halen. Dus dat betekent dat ik dan bij Bea even mijn gsm op bedrijfsinstellingen ga zetten. En dan als we het de goede wat installeren. Ligt hier mijn kabel? Nee, dat is nog een andere. Ja, dat is nog een andere. Ik ga het even gewoon leegmalen. Dus ik zie jullie allemaal, als het gedaan is met op bedrijfsinstellingen te staan en al. Dan ga ik opnieuw terug beginnen te vloggen. Dus nieuwe fragmentjes maken. Maar die komen dan ook nog gewoon aan deze vlog bij. Dus ik ga even dat nog goed doen. Mislukt bij deze. Ik ga dus vertrekken naar mijn schat toe. Mijn schat heeft ook specifiek gevraagd om een frisdrank mee te nemen. Wel, dat doe ik dat ook. En dan pak ik ook nog lekkere wafeltjes mee. Als verrassing. Voor mijn familie. Yay. Dan ga ik nu gewoon eens vertrekken. Want het zit in ieder geval even iets langer al te wachten op mij. Wacht, daar de sleutels. Die steken daarop. Dat is goed. Dat is nog zo wat rond aan het kijken. Als ik iets was vergeten of zo. Wacht, hè. Dan zag ik zo rond aan het kijken. Eén keer nog eens naar mijn computer. Heb ik daar alles? Ja. Staat hier ook alles af? Ja, oké. Dan kan ik vertrekken. Ja, sorry dat jullie een close-up hebben van mij. Sorry. Dan ga ik de deur nu sluiten. Het geluid. Oh ja. Dan nu heel snel. Ja, dat is mijn tablet wasje. Dan zit mijn tablet in. Als ik iets moet doen of zo, kan ik dat met een tablet doen. Daarbij. Niet toe. Nu wel. En dan sap vertrekken naar haar toe. En straks ook nog 1 betaling doen. Ik ga ze alles hier indumpen. Voilà. Tepperposje. De wafels. Te drinken. En dan go naar haar toe. En hier ligt mijn kabel. Mijn goede kabel. Waar alles eigenlijk mee lukt. Lag dus nog echt nog hier in mijn wagen. Doe me toch.
Dus mijn gsm is dus niet leeggehaald. Dan ga ik dus deze avond doen nog. Probeer het toch nog. Maar voor de rest, ja, ga ik nu vertrekken richting mijn schatje. Voilà, tot straks allemaal. Ik ben nog niet bij Bea, maar wel op een stuk van een parking. Ik had toch nog voor de veiligheid de parkeerschijf leggen. Hoe laat is het nu? Het is nu normaal gezien 7 uur. Ik mag zetten. Ja, 7 uur. Dus ik ga die op 7 uur zetten. Ziet bij deze 7 uur. Voilà. Bij deze kan ik geen boete ontvangen. Sleutels meenemen. Dan ga ik ook nog gewoon even mijn kebabs maken. Voor bij Bea haar thuis. Dan ja. Stop ik even met vloggen. Tot bij haar. Zo, nu met mijn kebabs op mijn rug ben ik richting Bea aan het wandelen. Want ik moet mijn boeleke hier achterlaten. Want bij haar thuis is er geen plaats om te parkeren. Hè? Maar dat heeft ze ook gemeld. Dan ben ik maar iets heel kort bij eens gaan zoeken bij deze. Nee, ik hoor van allerlei dingen. Ik denk dat ze daar van boven aan het breken zijn. Bij deze. Ben ik nu bij Bea aangekomen, dus ik ga jullie nu laten. Yo. Hallo kijkers en welkom nog op het laatste fragment van mijn vlog. Ik ga subiet dus als ik thuis ben met deze kabel alles, maar ook echt alles van mijn gsm halen. En dan ja, allemaal monteren. Maar terwijl dat ik aan het monteren ben, kan ik ook met mijn gsm bezig zijn die terug op de race instellingen zetten. En dan kan ik dat gewoon in mijn bedje doen. De games waar ik dan nog speel op mijn gsm, waar ik eigenlijk nog veel speel op mijn gsm. Terug te installeren. Oh, ik ben moe, man. Het is, ja, het is redelijk laat. En het is gewoon. Groen. Ik zit op 60, 70, 80. Heb ik het gehaald? Terug naar 70. Jawel, ik heb het gehaald. Woehoe, joepie. En de middelste racehoek is volledig vrij. Bedrijf X. Jullie hebben het gezien, hè? Ja, daar moet ik mij wel een klein beetje mee lachen. Dat geef ik eerlijk toe. Ik kreeg net weer een spelletjesmelding. Oh, die meldingen van de spelletjes en alle. Zijn er toch veel wat ik heb op mijn gsm? Sowieso ga ik ook Pokémon Go terug installeren, sowieso. En dan ook nog die dobbelsteenspel, die ga ik ook dan terug installeren. Dan nog een kattenspel. En dan was er dan ook nog iets. Moet ik allemaal nog allemaal bezien. En ik ben 70 aan het rijden, waar je 70 mocht rijden met al. Dus zorg dat ik bij de record en bij Frans Billen. Op dat stuk mocht je 70. Waarom zei ik hun namen? Dus crew gezegd, ze zijn allebei failliet. Nee, Frans Billen is niet failliet. Die heeft gewoon. Die stopt er gewoon mee. Die stopt met zijn zaak. En die is gewoon de boeken toegegooid. Maar record is wel volledig failliet hier in Hasselt.
Het is wel een symbolisch gebouw, omhoog van iedereen spreekt daarover, over record. Ja, ik reed nu langs de record af. Of ja, bij de afrit bij de record. Hè. Of ja, bij die afrit bij Frans Billen. Ja, die tankstation bij Frans Billen en bij de record. Echt, daar wordt heel veel over gesproken, omdat dat een hele goede herkenningspunt is. En ik vind het heel, heel jammer dat dat allemaal in ons straatbeeld gaat verdwijnen. En ik heb een neus, dus dat betekent dat er hier iemand zit te roddelen over mij. Wie? Oh, wie? Wie, oh, wie? Wie? Wie van mijn kijkers? Jij? Pas op, hè. Ik heb jullie in doog. Ik heb jullie wel in doog. Dus, mijn dag is ook heel goed verlopen. Ook op Bivel in Sint-Truiden. Morgen maar een halve dagje. En dan nog een keer een halve dagje. Waarom een halve dagje? Om... Allee gast, ga er dan mee voorbij, want ik bedoel net die rijstrook. En die gaat dan zeker door. Nee. Oké. Dus, het is goed verlopen. Maar morgen een halve dagje, Allee, zeg het. Woensdag ook nog een half dagje. Dus morgen heb ik de bewindvoerder van Bea op programma staan. Namiddag, voormiddag dus gewoon werken. Woensdag werken en dan namiddag ziekenhuis. Maar om hoe later die ziekenhuis weer al was, die afspraak. Die ga ik morgen nog wel op een sms'je aankrijgen. Die papier moet ook nog ergens thuis liggen. Heb ik dan nog veel te vertellen? Nee, want... Ja, eigenlijk wel. Ik ben stiekapot. Ik heb heel hard gewerkt op mijn werk. En nu ben ik nog eens benieuwd als hier nog eens iemand op de Jardijnstraat aan het wandelen is of aan het fietsen is. Momenteel heel rustig, alleen maar auto's, hoe het ook hoort. Ja, de Jardijnstraat weer al clean en clear. Ja, want hier staat dus een bord, verboden voor fietsers, verboden voor voetgangers. Noem maar op. En toch passeren daar dus toch voetgangers, fietsers, bromfietsen. Is dat niet echt een specifieke bord voor voetgangers, hè? Zal ik toch wel eens aan de gemeente moeten doorgeven. Het is daar zeer, zeer, zeer gevaarlijk om te wandelen. Zeker omwille van dat daar ook vrachtwagens van Kristal Alken passeren. Maar denk daar nu aan, omwille van dat ik nu aan Kristal Alken aan het passeren ben. Maar goed, ik ben thuis aangekomen, veilig en wel. Toch nog maar een klein stukje rijden. Oeh, het is donker. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het dringelingelingeling de belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt op Psycho TV. Bij deze dankjewel. Echt waar, 100%, maar
nee, niet 100%, maar 1000%. Dankjewel dat jullie mijn vlog weer al hebben uitgekeken. En ook weer al hebben geluisterd naar mijn gelul. En jawel, er staat weer al iets leuks op de planning deze weekend. Ik ben iets aan het uitdokteren wat ik kan doen. Ook wat ik kan doen met mijn GoPro. Dat is het. Alles is daar nu ook op ingesteld en al. Ik ben er ook echt heel blij mee. Mijn kabas, die blijft hier. Mijn tablettaske, die gaat mee naar binnen toe. Mondmasker, ja, voor dat klein stukje doe ik het niet meer aan. Deze licht mag ook uit zelfs vallen. Dus, dankjewel. En ik zie jullie allemaal morgen weer al terug. Fris en wel op een gloednieuwe vlog van Psycho TV. Bij deze. Click.